Hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik mijn F6 proefje voorbereiden in mijn kamertje. Dus laten we maar beginnen. Ik zie heel mooi uit in mijn pyjama. Hè? Even een glaasje melk erbij gepakt. Oké, ik ga dus mijn F6 proefje oefenen. Ik heb alweer mijn telefoon. Mijn telefoon erbij. Oké, ik kan niet zoveel doen. Maar we gaan beginnen met dit. Dan tik ik in F-N-R-S-F-6. Want ik ga natuurlijk voor de eerste keer de F6 doen. Versie KMS. Dat vind ik ook goed. Ik heb hier heel protocol. Ik ga hem even doornemen. En dan kan ik ook gelijk in mezelf zeggen van, of tegen jullie van, waar ik dan ook moet letten. Oké, AX, binnenkomen in arbeidsdraf. Dus X en G hand houden en goed. C op de linkerhand. EXB. Kijk, dus zo. EXB. Door een S van hand veranderen. Doorzitten. Ook moet doorzitten. No. KXM van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. Dus MC tegen zo'n maat maken. EB, half grote volte. Doorzitten en armslot liggen springen. Yes, eerst de linkerhand. Daar hou ik van. CC, grote volte. Dus E en K, arbeidsdraf. Dus A en M. Arbeidsstap. Ja, arbeidsstap. Ja, dat wist ik wel. Hè. Ik ben er heel goed in. Oké, HB van hand veranderen, daarbij enkele passen, dus dan verruimen. Ik belde die stap sowieso al hard, dus dan moet ik zorgen dat stap. Je snapt het wel. Dus C en X arbeidsstraf, B, E half grote volte, doorzitten. Voor E, arbeidsknop rechts. Daarna CXC grote volte tussen B en F arbeidsstraf. KXM van hand veranderen daarbij. Oké, ik ga even op mijn telefoon kijken wat daarbij hoort te zijn. Want ik ben nu wel heel erg benieuwd. Ik heb een nieuwe telefoon, dus het is een beetje anders ingedeeld. Dus ik weet nog niet precies waar het is. Oh, ik moet natuurlijk ook nog een theorie doen volgens mij. Oh ja, of dat moet aan het einde doen, dat weet ik niet precies. Oké, bekijk protocol. Ja, van hand veranderen. Oh, kijk. Er staat hier FXA van hand veranderen. Daarbij tussen F en X arbeidsstap. Net zoals bij de BE. Zo, bij de BB. De BB. Moet je op de diagonale lijn. Moet je van stap naar draf. Alleen nu ga je van draf naar stap. Echt precies in het midden. We kunnen hem ook gewoon even uitprinten. Zullen we dat gewoon doen? Hier papiertje en daar kan je gewoon alles mee doen. Auw. Want het is je eigen papiertje. Dus dan heb ik hier stiftjes volgens mij. Deze. We gaan maar beginnen. We beginnen met AX. Die doen we roze, want die kan ik ook. Dus AX binnenkomen in arbeids. Oké, we hebben nu de eerste regel AX binnenkomen in arbeidsstap. Wil ik daar nog wat bij zetten? Leuk kijken. En als je dat zonde vindt of je niet genoeg ruimte hebt, pak dan. Kijk of het er staat. Ik kan het niet lezen, maar er staan stickers. Goed hè. Dan staat hier binnenkomen arbeidsdraf. Wat zet je dan bij? Lief kijken naar de jury. En dan zet ik erbij een punt. Gaan we naar volgende. Dus X en G hand houden en groeten. Die gaan we blauw doen, want die is iets lastiger. Dan pak ik er weer eentje.
oefen. Zo heb ik hem voorbereid. Ik heb hem eerst uitgeprint. Nou heb ik alles een kleurtje gegeven. Nu ga ik op de achterkant ga ik wat kleurtjes. Dus ik begin hier met paars. Paars betekent nog oefenen. Even kijken, we hebben hier roze, paars, oranje, blauw. Wat was het dan? Roze, paars, oranje en blauw. Yay! Dan hier de betekenissen. Hier die. En hier steeds deze. Die legt even opzij. En dan ga ik het proefje oefenen via mijn telefoon. Kijk de video. Kijk hem mee. Binnenkomen over de AX en tussen X en G hand houden en aangroeten. Nou, die hebben we ook weer gedaan. Dan kunnen we nog even kijken wat voor tip van de pro we nog hebben. Ik denk dat we zo al heel erg goed hebben geoefend. We hebben briefjes gemaakt. Dat werkt voor mij altijd heel erg. We hebben die gemaakt. Dat werkt meestal voor mij ook wel. En ik heb geen oud protocol, dus daarom doe ik het zo. Samen met... Zo. Ik zie er spannend uit vandaag. Samen met Tess gaan we een proefje oefenen. Er staan een heleboel camera's. Ik heb er eentje helemaal daar neergezet. Even aanwijzen. Waar is die? Gaat niet daar. En er staat er ook nog een in het juryhok. Daar. Die juryhok. Daar. Hier is Bel. Hi Bel. We gaan... wat gaan we doen? We gaan proeven. Zes nou, Tess heeft mij een heel... Oh, er valt wat. Ja, dat ga ik nu niet meer pakken. Ja, het zal best. Tess heeft allemaal briefjes gemaakt en alles beschreven. Dus ik ga het nu alleen voorlezen en dan kunnen jullie meekijken. Maar die andere camera gaat na een kwartier uit, dus we moeten nu beginnen. F6, versie B, proef met doorzitten, Tessa. Oké. Ik hoop dat ik het zo kan. Dan kunnen jullie nog zien wat ik zeg. Oké. AX binnenkomen in arbeidsdraf. Tussen X en G halt houden en groeten. Dit ging nergens over. Doe het nog maar een keer. Alleen het is zo doorgestreept dat ik niet weet of ik het kan lezen. Ik zeg het is zo doorgestreept dat ik niet weet of ik het kan lezen. Halt houden en groeten. Dat is geen halt houden en dat is een beetje raar groeten. Dat is beter. C, rechterhand. Oh, voorwaarts in arbeidsdraf. C, rechterhand. B, X, E. Door een S van hand veranderen, doorzitten. Dus B, X, B, doorzitten en door een S van hand veranderen. Moet je goed opletten dat je erom stelt. Dus netjes op de AC-lijn, recht richten. En dan om je been heen buigen. FXH van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. FXH van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. De hals strekken, oké. Daarnaast staat er iets in het paars, wat ik dus niet kan lezen. Ik kan het echt niet lezen. Tussen H en C denk ik of zo. Teugels op maat maken. En dan staat er iets op B, C. Moet je ook iets doen? Dat kan ik ook niet lezen. Weet je wat je bij B, C moet doen? Grote volte denk ik. Doorzitten. Arbeidsklop rechts aanspringen. C, X, B, E. Halve grote volte.
Ja, het is niet te lezen, schat. BE, half groot volte doorzitter, bij schelop rechts aan springen. CC, groot volte. Je hebt alles gewoon doorgestreept en dan moet ik het lezen. Doorzitten, netjes aanspringen. Niet klikken. CX, groot volte. Ja. CX, groot volte. En dan die hoeken afsnijden. Mooi rond. En hier niet op de hoefslag komen. Afsnijden. Op de binnenhoefslag, juist. En dan bij A. Juist, goed gereden. Tussen B en E, arbeidsdraf. Tussen A en K, arbeidsstap. Tussen A en K, arbeidsstap. E en van hand veranderen, daarbij enkele passen de stap verruimen. Dat moet je kunnen. Als je er ietsje meer teugel geeft en iets laat doorstappen, zou het moeten lukken. E en van hand veranderen en arbeidsstap, stap verruimen. Tussen C en H, arbeidsdraf. En dan doe je iets meer je handen naar voren. Juist, juist, juist. Dat was goed. Ietsje sneller. Nee, niet sneller. Ruimer. Dat was te veel. Heel goed. Teugels op maat. Weer je teugels op maat. Ik weet dan niet meer waar ik ben. Stap verruimen. CNA, arbeidsdraf. EB. Half groot volte doorzitten. Arbeidsklop links afspringen. Arbeidsdraf. EB, half groot volte. Arbeidsklop links. CXC, groot volte. Doe eens netjes galopperen. Werk er eens aan. En dan afsnijden die hoek. Ja, en je moet de hoek afsnijden. Doe nog maar een volte. CXC en dan hier nog een keer. CXC grote volte. Juist. Beter. Hier ook. Doe het niet, hier kom je op. Tussen E en K, arbeidsdraf. FXH, van hand veranderen en daarbij tussen F en iets, arbeidsstap. Tussen X en H, arbeidsdraf. Nou, dat is arbeidsstap en dan... Ja, maar het is niet te lezen, Tess. Tussen F en X, en tussen X en H, arbeidsdraf. Netjes, en dan op X, na X moet je naar de draf. Ik kan het toch niet voorlezen als je er dwars doorheen zit te tetteren, schat? Dat kan niet, want ik moet ook nog filmen en geluid opnemen. Dan moet je jouw telefoon geven. Arbeidsdraf, CA, slangenvolte met drie bogen. CA, slangenvolte, drie bogen. Goed omstellen, recht stellen en omstellen. Goede been licht rijden. KXM van hand veranderen en de draf verruimen. KXM hand veranderen en de draf verruimen. En even voorwaarts rijden, dat kan ze makkelijk. Juist, juist, dit is heel mooi. Perfect was dit, Tess. Terugnemen, terugnemen. Ja, keurig. Andere HXK gebroken lijn doorzitten. Juist, perfect. HXK gebroken lijn doorzitten. Doorzitten, niet licht rijden. A afwenden tussen D en X, arbeidsstap. X en G halt houden groeten, voorwaarts in de rijbaan verlaten. Stap, na X halt houden groeten. Oké, jongens, wie dit kan lezen, die mag het doen. Drama. Tess kan het lezen, zegt ze. Nou, ik niet. Drama. Ik ga nu los rijden. En dus voor de eerste keer is het niet meer gezien. Met proef F6 versie B.
die Tessa voor de eerste keer gereden heeft. En de jury is die van Leeuwen. Ze mag even een volte rijden en dan gaan we beginnen met AX binnenkomen in arbeidsdraf. En hier zeggen ze een 5, want ze is te laat. Dus we gaan even meekijken of zij te laat is. Dit is een fijne jury, die hebben we wel vaker gehad. En ja, ze is absoluut te laat. Dus X en G, halt houden en groeten. Hier krijgt ze een 7 voor. Kijken, ja, netjes hoor, zeker. C, voorwaarts in arbeidsdraf, rechterhand 6. Langer rechtuit, dus gaat niet lang genoeg rechtuit. BXE door een S van hand veranderen, doorzetten. Je krijgt ze een 6 voor. Tweede boog te klein. Kijk of ze netjes blijft doorzetten. Ze heeft nog wel eens de neiging om te gaan licht te rijden dan. En dat is de tweede bocht. Ja, te klein. Vervolgens gaan we naar FXH van hand veranderen. Daarbij de hals laten strekken. Een 5, meer dalen. En dat snap ik wel, een bel die daalt wel, maar niet tijdens proefjes. En op een of andere manier moeten ze dat gewoon nog samen beter oefenen. Dus ik verwacht ook niet dat ze hier... Nee, precies. Maar het is al wat. Tussen H en C teugels op maat. Hier krijgt ze dan een 6 voor. En daarna gaan we BE half grote volte doorzitten. Voor E arbeidsblok rechts aan springen. Hier krijgt ze een 5 voor. En dan wordt ook gezegd de verkeerde galop. Even meekijken. Jazeker, dat is de verkeerde galop. Of contra galop. Maar dan nog wordt dat niet gevraagd. CXC, grote volte 5, want die is niet rond. Even kijken. Ja. Oké. En dan krijgen we het BNF arbeidsdraf 6, iets verminder. Iets verminder. Ik weet niet of het verminder is. Oké. Vervolgens tussen A en K arbeidsstap, daar krijgt ze dan netjes een 7 voor. Ja, zij doet het netjes, dus krijgt ze er een 7 voor. En dan krijgen we E en van hand veranderen, daarbij enkele passen de stap verruimen, een 6. Iets gehaast, ja dat geloof ik wel. Dat hebben ze eigenlijk nog te weinig geoefend. En dat is wel iets wat we nog eventjes mee moeten nemen in het trainen. Kijk, ze zou iets rustiger moeten stappen, dat snap ik wel. Nou, dan krijgen we daarna tussen C en H arbeidsdraf. En dan krijgen ze gewoon een 7 voor. En terug op de hoefslag. En dan tussen C en H arbeidsdraf. Nou, eigenlijk is daar niet zoveel aan te zien, want ze krijgt er een 7 voor. Dan krijgen we E, B half grote volte doorzitten voor B aanspringen in de linker galop. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus ik denk dat ze dit wel goed doet. CXC grote volte, 6. Dan krijgt ze dan vervolgens. Daarbij staat iets te klein. Dus ik kan op de grote volte. Dan is die iets te klein. Nou, dat zie ik niet, maar het zou kunnen. Tussen E en K arbeidsdraf krijgt ze een 6 voor. Over naar draf. En dan. FXH van hand veranderen, krijgt ze een 7 voor. En dan staat erachter, daarbij, tussen F en X arbeidsstap, krijgt ze een 6. Iets verminder, ik weet niet wat verminder is, maar goed. Tussen X en H arbeidsdraf, en dan krijgt ze dan een 7 voor. Dus het gaat op zich wel goed, maar ik kan beter. En weer naar de draf. CA, slangenvolte met 3 bogen, 6. Iets beter verdelen. Dus de bogen zijn toch nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Hier loopt ze wel even heel netjes. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om continu te rijden. Zeker als je pas 11 bent. Het zijn dingen dat duurt jaren voordat we dat kunnen. Ik kan het ook niet. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen draf verruimen, krijgt ze een 7 voor. Dan kan wel dat heel makkelijk. Dus het is ook wel fijn als het dan ook lukt. Ja, het ziet er ook wel redelijk rustig uit.
HXK gebroken lijn doorzetten, 5, die is te klein. A afwenden, dan krijgt ze een 6 voor, iets te laat. En dan tussen D en X arbeidsstal. Zometeen ook een 6 voor. En dan tussen X en G halt gehouden en groeten. Vrije stap krijgt ze een 7 voor. De houding een 7, zit een 6, beenligging een 7, handhouding een 6. Juiste beenhulp een 6, juiste teugelhulp een 6. Juiste tempo 6, algemene indruk een 6, verzorging een 7, verzorging vaart van je ook een 7, soms wat gehaast. En dat brengt het totaal op 218 punten. Het ging supergoed. Ik heb mijn lintje gehaald en ik mag door naar jumping. Yay! En ik ben ook heel erg blij met de puntjes. Ik had een jury die me ook had geholpen een keertje. Dus ja, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Als je gelijk bezig bent, klik hier beneden op het belletje of een belletje. Heel fijn. Dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!